Het Elsje Vink Sanitair College EFS COVAP heeft vandaag 113 afgestudeerden afgeleverd. Voor dit jaar heeft COVAP 4 momenten gehad van diploma-uitreiking. Onder de geslaagden bevinden zich 5 basisverpleegassistenten en 29 basiszieken. Daarnaast zijn er 42 mbo-verpleegkundigen van de basisopleiding, 33 van de gespecialiseerde opleiding en 4 van de hbo-opleiding Health Management afgestudeerd. Rakesh Gayadarsuku, directeur van Volksgezondheid, zegt dat de afgestudeerden zich van bewust moeten zijn dat dit werk gewaardeerd is en de kwaliteit van de opleiding goed is. En dat ook jullie niet zomaar doorstromen naar een bepaald traject zonder dat die zaken, zonder dat de docenten de garantie kunnen geven aan de autoriteit. Van Volksgezondheid van dit product lever ik voor u af. Je kunt erop rekenen dat het op een goede manier verricht zal worden. Maar uiteraard hebben we niet alles in de hand. Hè? Want we kunnen zeggen van ja, iemand is afgestudeerd, kennis heeft hij wel. Kijk, alle toetsen hebben ze met succes afgelegd. Ze hebben aangetoond dat ze kennis hebben. Ze hebben aangetoond dat ze die vaardigheden ook kunnen uitvoeren. Maar dat is tot het moment dat je dat diploma krijgt. Daarna gaat u zelf moeten werken aan uw eigen diploma, aan uw eigen het profileren van uw vaardigheden, van uw kunde. Soes Holband, voorzitter van het stichtingsbestuur van COVAP, motiveerde de afgestudeerden om niet hier te stoppen, maar zich verder te specialiseren. De gezondheidszorg is namelijk dynamisch, waardoor het braakterrein nog altijd groot blijft. De directeur van COVAP, Angel Wardelijkoumangsila, benadrukte ook dat doorstuderen noodzakelijk is voor de sector. Het vak van ons vraagt er gewoon om. Ja, dus eventjes bijkomen van alles, you know. Neem een half jaar bijkomen. En dan moet je beginnen na te denken van, hey, wat is mijn volgende stap? Ja, toch? En kijk niet naar die dingen van COVAP. Je moet doorstuderen. Daar gaat het om. Voor dit jaar heeft COVAP 349 geslaagden afgeleverd. Volgens de directeur is dit aantal genoeg om 1 ziekenhuis te vullen met personeel. Echter vormt het wegtrekken van mensen in de zorg nog altijd een uitdaging voor de gezondheidszorg, zegt ze.